Aan de Torbekkengrachten in Zwolle, in het mooiste park, wordt dit weekend het tweedaagse kinderfestival Nemia gehouden. En dat is heerlijk spelen in de stad. Het is een festival voor kinderen, georganiseerd door jongeren van En Jij. Dat is een opleiding. En we hebben met 50, ja, in de 50 jongeren zijn we de afgelopen maanden bezig geweest. En eigenlijk hebben zij het georganiseerd. Dus de eer moet eigenlijk naar de jongeren toe. Het is een grote speeltuin voor mij, of niet? Het is geweldig. Het is heel leuk om de kids hier te zien spelen, maar ook om de jongeren te zien werken en te zien leren. Terwijl we hier staan met z'n allen. Dat vind ik het allerleukst. Ik hoorde net een ouder zeggen, het is eigenlijk een soort pretpark. Je verwacht dat er ergens om de hoek nog een achtbaan of zo staat. Nee, maar ze hebben eigenlijk allerlei activiteiten. Van sminken, silent disco, zelf je pizza maken. Er zijn allerlei food dingen. Je kunt de kano in en dan met een jonge verteller. Die dan vertelt dan een verhaaltje terwijl je aan het varen bent. Er zijn voorstellingen van eindjaarsstudenten van Deltion Theater. Heel veel. Ik wou dat ik nog kind was. Ik wou dat ik ook nog kind was. Maar wij mogen toch ook gewoon meedoen? Wij spelen gewoon door. Ja, ik wou ook net zeggen. Lekker lasergamen en zo zag ik al aan het begin. Lasergamen ook, ja. Er is echt genoeg te doen. Dus, en morgen zijn we nog de hele dag vanaf 12 uur tot 6 uur is het nog Nemia. Ja, van 12 tot 6 uur Nemia. En wat kost het ongeveer? 7,5 euro per persoon. Maar dan is de suikerspin en het drinken voor de kinderen. Ranja is gratis. Nou,